So tonight, as Marcel was introducing us in the beginning, as he said, we're playing a mixture of Brazilian music, which is none of us is Brazilian, but we all love the music, and we've been several times to Brazil. We have a special connection with the country, and we play a mixture of Brazilian music and Italian music, which is Italy is my country. So going back to my roots. And the next song is again a Brazilian song. It's a nice samba from João Bosco. And this is going to be our last song for the first set. We will take a short break of 15 minutes and we will be right back. So please don't leave. Enjoy the great weather. Now it's getting nice. Well, more or less. And you're welcome to dance, of course, if you like. We'll be right back.
Eu vi a nega rebolar no pré-porte de tatatá. Beijei meu patuá. Batata vou levar a sará. Venda pra sará. Vende, patine, bambole, meu piti com me tecerei. Engaça por você. Aí se eu me derrom, marcamos pra amanhã. Em Paquetá, no sol maior em flá. Onde eu vou ver? Thank you very much. Full video band. Thank you. Ja, dus kom maar terug, dat hoort u. Dus ga niet weg. Neem nog lekker een biertje. Er zijn donkere wolken, maar ik zie zon. Dat is heel goed. We krijgen nog een andere band straks natuurlijk. Maar we gaan ondertussen gewoon even boodschappen doen. Jawel, want ik ga u vertellen wie het allemaal mogelijk gemaakt hebben. In de eerste plaats, de ondernemersvereniging Noordereiland heeft het initiatief genomen 3 jaar geleden. Ja, om nooit meer aan het eiland te halen. Nicole had het idee, Nicole van Tent. En elk jaar zet de ondernemersvereniging er maar vol voor in. Bijzonder woord van dank aan Ruud van Terne. Ruud is er vandaag. Ruud, dankjewel. Voor al het werk achter de schermen. En dan ook nog eens een keer je koelkast natuurlijk die we mogen gebruiken in de kleedkamer. En dan verder dank voor de financiële steun van Woonstad Rotterdam, deelgemeente Feyenoord, Pact op Zuid, Rossi Round Town natuurlijk. We zijn ook super blij met het scheepsjournaal Noordereiland van Joe Siller, Noordereiland Gallery. Hij heeft maar ook een applaus voor gegeven. Joe zit hier vooraan. Hij doet net alsof hij er niet is, maar zijn pet trekt iets dikker over zijn bril. Maar het scheepsjournaal Noordereiland is weer in de nieuwe editie verschenen, wat helemaal gewijd is aan... Het jazz gebeurde hier op ons podium op, ik wou zeggen Noordereiland, maar dan kijken we op het donder van Joe. Het is natuurlijk het motorschip Noordereiland, want dat is ons thema. Voor nu, bedankt, neem nog een biertje, tot zometeen. Dan gaan we weer lekker verder met Fulvia Nido. Hey, nou wel. Ja, even. Lukt dat? Ja. Hallo. Hoe vindt het hier? Ik vind het prima. Mooie muziek. Zoals ik nu gehoord heb. Oh, je hebt nog niet zoveel gehoord, hè? Het is net begonnen. Ze zijn net begonnen? Ja, ze zijn net begonnen. Oké, ze gaan nu een tweede set spelen. Of... Ja. Oké. Okay. Ja, tweede set. Ja. Wat komt er wel eens meer in Dordtse gelegenheden? Festivals of dergelijke? Heel vaak. Je kan zeggen, het is bijna mijn beroep. Ja. Wat doe je als beroep dan? Oh ja. Dus ja. Daardoor dat ik muzikant ben, ben ik natuurlijk bijna... Overal bij. Ja, wekelijks sowieso, maar soms dagelijks ben ik op die festivals, in zomer vooral. Dus, overal zo'n beetje.
In Holland, in Nederland. Oh, landelijk, is landelijk. Niet alleen in Rotterdam, maar ook andere plekken. Landelijk, ja. Ja, Rotterdam, zoveel podiums heb je dan ook weer niet om... ja, dus... En Nederland is toch klein, vrij klein, dus je is gewoon... Dan heb je een repetitie in Tilburg en een optreden in Amsterdam en dan... ja, dat is zo, vandaar die file. Oh ja, stond er ook nog, ja. Oh, nou weet ik wie die file veroorzaakt. Nog één vraagje, heb je een website? Ja, is, mijn website is www.matthias.hugo. Matthias Hafner met een Hugo Anton, twee keer Ferdinand, Nanko Emil Richard.com. Zo, dat is een hele lange, maar hij staat erop. Mijn naam.